deze nieuwe video. Als allereerst mijn excuses dat er dus afgelopen zondag niks is upgeload. Als je me al langer volgt weet je ook dat ik nooit een uploaddag mis. Ik plaats altijd elke woensdag en zondag om 1 uur. Dit weekend ben ik echt helaas ziek geworden. Je kunt het ook nog een beetje horen aan mijn stem. Ik ben echt super verkouden. Ik heb echt de nacht niet geslapen. Het was echt dramatisch. Dus daarom is het me gewoon dit weekend echt niet gelukt om zondag een video te kunnen... Nee, om zaterdag een video te kunnen maken voor zondag. Vandaag is het dinsdag en ik wil toch wel een beetje forceren om een video te maken, omdat er anders morgen ook weer niks wordt geüpload. En dat is gewoon super zonde. Dus vandaar dat ik, ondanks dat ik me niet helemaal goed voel, nou alsnog deze video maak voor jullie. Nou, ik heb vandaag weer een unboxing van een adventkalender. Ik gooi jullie echt helemaal dood met de adventskalenders. En deze is van W7. Dit is de W7 Extravaganza adventskalender. En ja, deze heb ik ook gewoon weer gehad van W7. En die wil ik gaan unboxen en opdoen en... alles gewoon even laten zien. Een adventkalender is een kalender voor in december. En dan kun je elke dag één vakje openen. En dan heb je dus elke dag iets wat je kunt gebruiken. En in dit geval is het dus allemaal producten en make-up van W7. Als je niet wilt weten wat hier allemaal in zit. En je het gewoon een verrassing wilt hebben. Dan bekijk deze video vooral niet. Want ik ga letterlijk alles openmaken en alles laten zien. Dus ben je benieuwd naar deze adventskalender? Blijf dan vooral nog even kijken. En vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Nou, deze kalender is €16,50. En is te koop op www.w7cosmetica.nl. Ook heb ik een kortingscode voor het hele assortiment van W7 en dat is korting 10. Als je die daar invoert, als je gaat betalen, dan heb je 10% korting bij het afrekenen. En die korting geldt echt altijd. Dat is gewoon mijn korting voor die website. Ik heb hierin dus 24 vakjes, want het gaat tot kerst, dus 24 december. En ja, ik ga ze gewoon even allemaal openmaken. Ik ben ook heel benieuwd. Op de achterkant staat ook al wat er allemaal in zit. Dat ga ik niet laten zien, want anders is het niet meer leuk. Oké, zoals je kunt zien staan er dus allemaal getallen en ik ga dus gewoon beginnen met nummer 1. Dit is dus een mini versie van de Beam Me Up Liquid Highlighter. Er staat verder geen kleur op ofzo, maar hij lijkt lichtroze, tenminste de verpakking is lichtroze. Deze heb je in het assortiment in meerdere kleurtjes. Ja, het is dus echt gewoon lichtroze. Kijk hoe mooi. Oh my god. Oké, dan ga ik verder met nummer 2. Nummer 2 zijn deze prachtige losse witte glitters. Deze heet White Light. Ook deze glitters zijn gewoon apart te koop op de website in een setje. En dan heb je de witte. Je hebt volgens mij nog een zilveren en een zwarte. Deze glitters zijn echt super super mooi. Vooral voor op je ogen zo echt. Wowie. Nummer 3 is een kleine versie van de Cheeky Blusher. Deze is in de kleur Colo Red. Colo Red? I don't know. Maar het is een beetje een oranje glanzende kleur. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Dit is echt een hele mooie, beetje peachy kleur. Ook deze heb je gewoon los te koop in het groot. Dan nummer 4. Oh mijn god, dit is wel echt heel cute. Dit is een mini versie van de W7 Banana Dreams poeder, losse poeder. Dit is echt heel schattig en heel klein. Dit is dus de normale. Die staat hier ook gewoon altijd zo open op mijn bureau, omdat ik deze elke dag gebruik. Ook weer vandaag heb ik hem ook gebruikt. Hij is een heel stuk kleiner dan de grote, maar je hebt hem dus ook gewoon in het groot mocht je hem willen. Dit is wel echt... heel schattig, oh my god. Oké, ik heb hem gewoon even geleegd in de grote deksel, zodat ik hem gewoon kan gebruiken. Dan ga ik verder met nummer 5. En dit is de W7 Mini Skinny Lipping Mat Liquid Lipstick. Een heel verhaal, deze kleur is echt heel mooi. Dit is in de kleur Air Kiss. En dit is dus de mini versie van deze. Dit zijn dus de grote. Dit is niet dezelfde kleur. Dit is een iets lichtere kleur. Dit is de kleur Butterfly Kiss. Ook heel mooi. Ik ga deze even opdoen. Ik heb ze ook allemaal geswatcht op mijn Instagram. Daar staan al deze W7 mini skinny lipping matte kleuren geswatcht op mijn lippen in een video. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Deze zijn ook echt heel betaalbaar. Iets van €5 of zo. In ieder geval niet meer dan dat. Deze zijn echt zo cute en ze zijn gewoon mat. I like this color. We gaan verder met nummer 6. Ik heb hier een lipstick. Gewoon een doodnormale lipstick. Er staat verder ook niks op of zo. De kleur lijkt een beetje op de kleur die ik al op heb. Ik vind hem wel schattig. Nou, ik heb net een kleur opgedaan. Kan ik hem nu weer afhalen? Ik ga heel even deze kleur eraf halen en dan deze lipstick opdoen. Nou, ik vind deze kleur ook heel mooi. Deze is creamy en is meer rozig. Ik vind hem niet te roze of te licht of zo. Ik vind hem gewoon wel staan. Ik vind hem mooi dat hij ook zo klein is. Het is handig om mee te nemen in je tas. Mooie kleur. Nou, dan ga ik verder met nummer 7. Nummer 7 is een lippotloodje in de kleur Caked. Dit is dus een nude kleur. Even op mijn hand doen. De kleur lijkt mij zo mooi. Oh my god. Dit is echt een prachtige nude kleur. Ik doe kleur. Wauw, deze ga ik zeker vaker gebruiken. Ik was van plan om deze allemaal niet op te gaan doen, maar ik wil hem toch even opdoen om de kleur te zien. Want hij lijkt me echt heel erg mooi. Nou, ik vind dit echt een hele mooie nudekleur. Ik zou hem persoonlijk wel mixen met de lipstick. Ik zou hem niet zo helemaal over mijn lip doen zoals ik vandaag heb gedaan. Maar dit is gewoon om even de kleur te laten zien. Hij bracht ook heel creamy aan. Ik vind deze echt super mooi. Dan gaan we verder met nummer 8. En dan hebben we weer zo'n lippotlood in de kleur Simple. Deze is dus obvious meer rozig. Ik zal hem even naast die andere kleur doen. Ik doe het wel echt super scheef, maar het gaat gewoon om de kleur. Ook weer echt prachtig. Deze is misschien ook mooi te mixen met deze samen. I really like it. Ik heb die andere al opgedaan, dus ik weet al hoe ze aanvoelen. Ze voelen in ieder geval echt heel fijn aan. De kleur is ook heel mooi. Dus met deze ben ik ook blij. Dan ga ik verder met nummer 9. Nummer 9 is de W7 Kinkool oogpotlood. Gewoon in een groot formaat. Deze is gewoon zwart voor in je waterlijn. Ik zal deze ook weer naast die andere doen. Nou, hij is in ieder geval heel erg zwart. Zal ik hem gewoon even in mijn waterlijn doen? Nou, hij is gewoon zwart. Ik moet je wel waarschuwen, de punt is echt best wel scherp. En ik ging een beetje in mijn ogen en dat deed best wel pijn. Dus ben een beetje voorzichtig. Maar ik vind hem gewoon prima. Hij maakt mijn waterlijn gewoon zwart. We gaan verder met nummer 10. En we hebben weer zo'n W7 lipstick in een rode kleur. Een beetje een bordeaux rode kleur. Die ga ik ook even aanbrengen. Wow, er komt echt heel veel vanaf. Oh mijn god, deze is echt gepigmenteerd. Gewoon één laagje en het is gewoon meteen volledig rood. Ik vind hem heel erg mooi. Hij is ook creamy. Het is ook makkelijk om hem mooi strak te maken. Normaal, dit soort kleuren moet je toch wel aanbrengen met het lippotlood als je het echt mooi strak wilt hebben. Maar dat hoeft er nou niet echt. Ik vind het in principe strak genoeg. Deze is echt heel mooi. We gaan verder met nummer 11. Nou, we hebben weer zo'n W7 Kind Kohl oogpotlood in de kleur Brown is Bruin. Deze is dus bruin en ik zal hem even naast die zwarte doen. Hij is wel echt donkerbruin zoals ik hier zie. Oh echt, let niet op hoe scheef ik dit allemaal doe. Maar deze is dus gewoon meer bruin. Is ook handig. Als je zwart iets te hard vindt en iets te donker, kun je altijd zo een bruine kleur opdoen. Oké, dan gaan we verder met nummer 12. Nummer 12 is dus weer zo'n W7 Matte Liquid Lipstick in de kleur Off the Wall. Deze is heel mooi, een beetje bruin nude. Dus ik ga deze even aanbrengen. Ik ga hem mixen met dit lippotloodje. Want het lijkt mij wel mooi om die twee met elkaar te mixen. Niet dat het per se hoeft, maar ja, ik ga het gewoon even doen. Hele mooie kleur. Ik heb wel een beetje het gevoel, omdat er rood onder zat. Ik heb het wel helemaal eraf gehaald, maar mijn lippen blijven dan toch nog een beetje rood-roze. Dat hij nou de kleur iets minder bruin maakt en iets meer gemixt met rozeachtig. Dus ik denk dat hij normaal ietsje bruiner uitvalt, maar ik vind het echt prachtig. Deze ook weer super mooi. We gaan verder met 13. En we hebben weer zo'n W7 lipstick in weer een beetje een bruine nude kleur. Deze ga ik ook aanbrengen en ook weer gemixt met dat lippotloodje van net. Nou, ook weer een prachtige nude kleur. Voor mij persoonlijk misschien toch iets te licht. Maar als ik hier een lipgloss overheen zou doen, dan zou die echt perfect zijn. Ik vind het echt een hele mooie nude kleur en deze zijn echt super creamy. We gaan verder met nummer 14. En dan hebben we hier weer zo'n W7 lipstick. Deze is meer peachy nude. Dus deze ga ik ook weer even aanbrengen. Deze is wel echt te licht voor mij. Ik vind hem op beeld nog best oké eruit zien, maar in het echt is hij echt veel te licht roze. Ik zal ook het verschil laten zien met die van net. Deze is dus die ik nou heb opgedaan. En dan zal ik die nude van net ernaast doen. Zoals je kunt zien is die echt bruiner en deze meer roze. Deze vond ik echt heel mooi, maar deze is toch net iets te licht voor mij. Dan nou nummer 15. Dan heb ik hier weer zo'n W7 Skinny Lip Matte Liquid Lipstick in de kleur Butterfly Kiss. En natuurlijk ga ik deze prachtige kleur ook weer heel even aanbrengen. Ook deze kleur weer wowie. Het is gewoon een nude kleur, maar dan iets feller. Dus het is niet echt nude nude, maar wel een soort nude, maar dan gewoon feller. Als je snapt wat ik bedoel. Ik vind deze super mooi. Dit is dus Butterfly Kiss. Ik zal die even hieronder doen, want hij lijkt een beetje op die andere, maar er is toch wel echt een verschil. En dan is dit de kleur Air Kiss. Deze is ietsje rode, zoals je kunt zien. Dan ga ik nou verder met nummer 16. Nou, nummer 16 is een mascara, de W7 Lashes Galore Gel Volume Mascara. Ik kan die nu niet opdoen, want ik heb nep wimpers. En ik wil hem sowieso niet opdoen, want als ik hem openmaak is hij nog maar 3 maanden goed. En ik wil deze in een giveaway gaan doen, aangezien ik hem niet gebruik. Dus deze is ook heel handig. Vaak vragen mensen wat ik doe met al mijn make-up. Make-up die echt nieuw is, doe ik in winacties. Oh, er valt iets. Dus make-up die echt nieuw is, doe ik in winacties. En gebruikte make-up, als ik ze niet meer hoef, dan geef ik ze weg aan mensen om me heen gewoon. Nummer 17 is dus weer zo'n losse glitter. Zoals ik al net al zei, je kunt ze dus halen in een pak met ook nog een zwarte glitter. Dat is dus deze. Dit is dus Midnight Rider. En dan hier White Light. We hebben ze nou al allebei. En als het goed is, is er ook nog een zilveren. Dus ik denk dat die er ook wel bij gaat zitten. Ik ga nu nummer 18 openmaken. Nummer 18 is de W7 Glow Comotion Highlighter. Mensen, een van de mooiste highlighters van W7. Ik heb ook hier gewoon de echte. Dit is dus de originele. Is wel echt een stuk groter. En dan heb je hier een mini versie. Dat alles zo mini is, is wel handig om het eerst uit te proberen voordat je echt de grote koopt. Maar deze is echt heel erg mooi. Ook is het een hele goede dupe voor de Balm Mary Lou highlighter. De Balm is €20 en deze van W7 is misschien €5 of zo. Maar zoals je kunt zien, ze lijken echt super veel op elkaar. Nummer 19 is de W7 Honolulu Bronzer. Oftewel de dupe van de Benefit Hoola Bronzer. Zoals je kunt zien, hij lijkt op die van Benefit, alleen is hij donkerder. Ik persoonlijk vind deze niet zo. Op mijn huidskleur is hij gewoon te modderig, te bruin. Dus voor mij is hij niet mooi, maar misschien voor een van jullie wel. En dan hebben we in nummer 20 de laatste losse poeder. Dit is dus de zilveren en die heet Holy Holo. Dus nou hebben we ze alle drie compleet. Nummer 21 is weer zo'n Skinny Matte Liquid Lipstick. Dit keer in de kleur Apples and Pears. Dit lijkt weer een hele mooie, iets donkerdere paarse doet kleurtje of zo. Ik ga even de lipstick die ik nou heb er weer afhalen en dan deze opdoen. Nou, zoals je kunt zien is deze kleur dus meer paars. Als je daarvan houdt, vind je deze kleur heel erg mooi. We gaan verder met nummer 22. Nummer 22 is weer zo een lipstick in een beetje een oranje nude kleur. Deze ga ik ook eventjes aanbrengen. Ook deze bracht weer heel fijn aan. Weer veel te licht voor mij. Dus als je een lichtere huidskleur hebt dan ik, gaat deze mooi zijn. Dat is een beetje een peachy nude kleur. Nou, dan komen we nou aan bij de laatste twee. Dan hebben we weer zo'n W7 Kinkool oogpotlood in de kleur Blue is Blue. Obvious is dus een blauwe kleur. Ik ben hier wel blij mee, want ik heb nog niet zo'n blauwe oogpotlood. Ik heb wel lichtblauw, maar niet zo'n beetje iets donkerdere blauw. Dus ik vind hem heel mooi. Ik ben hier blij mee. En dan de allerlaatste. Oh, weer zo'n lippotlood in de kleur Too Bob heet deze. Hij lijkt wel echt heel veel op die andere. Ik ga ze even naast elkaar doen op mijn hand. En dan de andere kleur, die heet Caked. Die is denk ik iets donkerder of zo. Oh, deze is meer bruin. Deze is dus meer roze en lichter. En deze is meer donkerder en bruin. Deze is te licht voor mij, dat kan ik nu al zien. Maar deze is weer heel mooi te mixen met de wat lichtere lipstickjes. Dus ook weer gewoon super handig. Nou mensen, dit was het dan. Hij is helemaal leeg. Hij is ook echt super groot. Het is dus echt heel veel. Ik vind het echt een hele leuke kalender. Je krijgt verschillende kleuren, veel producten. Dus ja, het is gewoon heel leuk als je W7 wilt proberen of nog nooit iets hebt gekocht en eerst even wilt kijken wat je vindt van de kwaliteit van alles, dan is dit echt een hele handige manier. Hij is ook heel betaalbaar. W7 is by the way ook te koop bij de Opis op Voordeelshop, alleen dan kun je helaas mijn korting niet gebruiken, maar dan kun je wel alles in het echt zien. Ik ga ervan uit dat deze daar ook is, maar dat weet ik niet zeker. Nou, dit is de laatste adventkalender die ik heb. Dus voor nu heb ik nog geen andere kalenders ingepland die ik ga laten zien. Mocht jij nou nog een kalender willen zien, laat het me dan weten in de reacties onder deze video. Want dan ga ik die misschien ook halen en ook laten zien aan jullie. Maar voor nu is dit dus gewoon de laatste. Ik vond het weer heel leuk om het te doen. En ik zal hier alvast nog 2 andere video's neerzetten die jullie ook kunnen gaan bekijken. Ik heb nog meer adventskalenders en boxen zoals van de Action en zo. Die kun je ook bekijken. Je kunt hier op mijn hoofd abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, vergeet ook niet te liken. En dan zie ik jullie weer snel bij de volgende video. Die komt zondag om 1 uur. Doeg!